De situatie met betrekking tot de uitbraak van het rotavirus is vrij ernstig. Maar het ministerie van Volksgezondheid heeft de situatie intussen onder controle. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid gaf gisteren in de Nationale Assemblée aan dat vanaf de eerste week van augustus er een opmerkelijke toename is geregistreerd van kinderen tussen 0 en 6 jaar met koorts, braken en diarreeverschijnselen. Volgens de bewindsman zijn er niet alleen meldingen in Paramaribo, maar heeft de uitbraak van het rotavirus een nationaal karakter. De oorzaak van deze uitbraak heeft volgens Ramadien mogelijk te maken met het veranderen van het klimaat. Ik kan aangeven uit de voorlopige analyse kunnen we constateren dat het niets te maken heeft met watercontaminatie. Er schijnt dus ook vanwege de leeftijdsgroep ook geen probleem of verdenking te zijn op een verontreinigde babymelk. Er schijnt dus duidelijk sprake te zijn van een rotavirusuitbraak waarvan overigens in de regio er geen meldingen zijn van besmetting. Dus het is puur een geïsoleerde aanwezigheid van het virus waarmee wij te kampen hebben. Overal in het land, van Nikeri tot Albina, van Paramaribo tot Kwamalasumutu, er gevallen zijn van acute gastroenteritis bij kinderen. En de meest waarschijnlijke relatie is een klimaateffect. Dus waarschijnlijk met de wisseling van het klimaat dat het virus actief is en zich daardoor verspreidt. En ik wil dus de samenleving oproepen, maar zeker ook het parlement, om ook gebruik te maken, het parlement, van de rol van de volksvertegenwoordiger in de relatie tot de samenleving, om ook mee te werken aan de voorlichting. De bewindsman gaf verder aan dat er vaccins bestaan tegen het rotavirus. Hij is van mening dat er nagedacht moet worden om dit vaccin mee te nemen in het Nationaal Immunisatieprogramma. We hebben in 15 jaar terug een kleine uitbraak gehad van rota. Waarschijnlijk vanwege het feit dat het een kleine impact heeft gehad op die samenleving, is er misschien nooit goed nagedacht om dit ook te implementeren in ons Nationaal Immunisatieprogramma. Maar ik mag uw college meedelen dat wij onze technische adviesgroep hebben gevraagd om advies voor de immunisatie tegen rota, zodat we bij een volgende uitbraak veel meer kinderen kunnen beschermen en veel meer levens ook kunnen redden. De regering streeft als belangrijkste maatregel preventie en communicatie na. De hygiëne moet daarom goed in acht worden genomen. Hij wijst erop dat andere kwetsbare groepen binnen de samenleving, zoals personen met een lage immuniteit en de hoogbejaarde groep, ook geteisterd kunnen worden door het rotavirus. De regering zal in dat kader verschillende instellingen ondersteunen met onder andere handsanitizer om de keten van besmettingen te onderbreken.